Een hele goede avond en welkom bij Nieuws aan Tafel, waarin we iedere week het nieuws van de afgelopen week bespreken aan de hand van drie stellingen met drie gasten. Deze week zijn mijn drie gasten Jacques Giese, voormalig directeur van de Toneelacademie, Marianne Wassink, mediatrainer en presentator, en René Willems, verslaggever van de Limburger. Het nieuws gaan we bespreken aan de hand van drie stellingen, maar eerst even kort. We hebben een nieuwe studio. Wat vinden we ervan? Ja, het is prachtig als je hier kunt werken. Ja. Het is toch heerlijk in een gebouw te werken waar het klopt, waar historie in zit, waar je gevoel krijgt, hier ben ik thuis. Ik vind het fantastisch. Oh, we moeten er steeds doen bij een glaasje water. Ja. 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 Oh, je had het anders gehuurd. Ja, maar dat kun je toch. Even voor de kijkers, Heuveland vandaag is Verijs. We zitten vanaf nu in Schin op Geul en dus ook een nieuwe studio. Voor ja, maar nog geen samenwerking met Drie Heuveland. En dat vind ik persoonlijk heel erg jammer. Ja. Ja, maar die komt. Dat komt allemaal goed. Okay. Laten we maar gaan beginnen met de stellingen. Jacques, de eerste stelling is voor jou, alleen voor of tegen. Burgemeester Clemens heeft rust gebracht in een politiek onrustige gemeente. Ik zeg er maar ja op, omdat ik misschien als ik nee zeg niet in een woord kom. Maar... Nou, daar wil ik zo meteen meer over horen. Marianne, de tweede is voor jou. De burgemeester van Wilpen-Witte moet direct ingrijpen als raadsleden stoppen om een verziekte sfeer. Ja, eens. René, de derde is voor jou. Het is een belachelijk idee dat Moussakwa wil meedoen aan politieke onderhandelingen. Eens. Ik schrijf het op. Ja. Eensgezind zijn we vanavond. Eerst even kort rondje, zo meteen verder met stellingen. Wat viel ons op afgelopen week, Jacques? Ja, wat ik heel blij om ben, dat het Museum Valkenburg de collectie Jacques Vong, althans het grootste gedeelte ervan, in hun museum opneemt en daar dan geregeld ook de tentoonstelling over kan maken. Het boeit mij niet alleen mensen als Jacques Vong, maar hele goede schilders, goede beeldende kunstenaars uit Zuid-Limburg. Als ik die maar even neem, dat ik die het beste ken. Die zouden ook een plaats moeten krijgen waardoor je zeker weet dat ze behouden blijven voor de toekomst. En je loopt het risico, ik ben op veel plaatsen geweest bij kunstenaars, staat zo vol met schilderij die ik eigenlijk allemaal het liefst zelf zou willen kopen. En die lopen het risico, dat weet ik veel wat ermee gebeurt, en dan verdwijnt dat. En dat is jammer, en dat zijn van goede kunstenaars. Maar kopen museums ze dan niet in, of moet ik dat zien? Nee, dat is nou, gelukkig hebben ze van Marijke Stulz, dus nu heeft het Bonnefante Museum een aantal werken gekocht en daar ben ik ook heel blij om. En dan hebben ze in ieder geval is daar een verzekering dat zeker Marijke Stulz ergens voor altijd een plaats krijgt, want dat is lastig. Jacques, moet je alle kunst wel bewaren? Nee, maar dan moet je ervoor zorgen dat je ze denkt van Jacques Vonk hebben ze er 50, die heeft er veel meer natuurlijk. Je zou een selectie kunnen maken waar je van zeker weet dat je ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van een kunstenaar kunt zien. Maar dat is geen mooie expositie dan waar je de ontwikkeling van de kunstenaar kunt zien. Waar is die begonnen? Waar komt die uit? Wat heeft hij voor een passage, rieten passages gemaakt? Dus dat is, vind ik interessant. Een mooi betoog. René, wat viel jou op? De afsluiting van de provinciale weg tussen Margraten en Gulpen was aangekondigd. Terwijl we waren gewaarschuwd dat het voor overlast zou zorgen anderhalve week lang. Maar ik ben wel geschrokken van de consequenties. Het is wel echt een hele ingreep in de verkeersstructuur. Een flinke omleiding boven ja, de lijn, hè? Je moet ver omrijden, dat vind ik niet erg. Maar iedereen moet omrijden, ook over wegen die daar gewoon niet geschikt voor zijn. Ja. Het regende, de boeren zijn bezig met oogsten, dus alles ligt vol modder. Het leidt een levensgevaarlijke situatie en dan merk je opeens hoe kwetsbaar we zijn. Ja, maar is dat niet een wake-up call voor het Heuveland dat er eigenlijk maar één verkeersader is voor dat hele Heuveland? En er is geen verbinding Noord-Zuid. En dat merk je op zo'n moment pas heel goed. Heb je gelijk. Er is geen verbinding Noord-Zuid. Je moet altijd over om Heerlen of om Maastricht, maar dan moet je altijd over die Oost-West baan. En als die eruit valt... Ja. En dat moet niet te vaak gebeuren, denk ik. Het is 2 weken, hè, geloof ik. Anderhalve week. Als het niet uitloopt, hè. Ja, dat weet je nog. Dus tot volgende week. Nog even geduld hebben. Marianne, wat viel jou op? Ja, nou ja, allereerst het zonnige weer. Hè. Het is de komende dagen ook nog mooi weer, begrijp ik. Dus dat vind ik altijd wel iets moois. Maar toch het Zuiderland ziekenhuis. Het ziet er steeds meer naar uit dat spoedeisende zorg, de geboortezorg en de complexe zorg verdwijnen. En er is al heel veel over gezegd, maar wat mij dan opvalt en wat ik echt heel vervelend vind, is dat wij straks als inwoner van dat Heuveland, dan wordt gezegd, hey jongens, wat is 20 kilometer? Want dan ben je in het ziekenhuis in Maastricht. Je kunt ook naar Aken misschien. Ja. En datzelfde geldt voor Geleen, Sittard-Geleen. Maar ga nou eens een keer de mensen die hier afhankelijk zijn van het openbaar vervoer,
We hebben Arriva. Het is de afgelopen weken al bijna niet eens mogelijk om van Sittard naar Heerlen te komen, waar de bussen stoppen die het Heuvelland ingaan. En ik geloof dat Maastricht er minder last van heeft. Maar ik wil maar zeggen, die verbindingen zijn er niet. Er komt geen shuttle van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar dat andere ziekenhuis. Dus van Heerlen naar Sittard. Ja, en ik hoop toch dat er alsnog iets wordt besloten. Ja, dat in elk geval de mensen die niet mobiel zijn, dat daar iets voor verzonnen wordt. Ja, wat zit je dan het probleem erin dat het ziekenhuis sluit, of dat in de toekomst aan die verbindingen zo'n probleem? Ja. Nou, het ziekenhuis gaat niet dicht, maar de spoedeisende zorg bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk het meest vervelende. Dat is wat ik lastig vind. Ja, maar het is wel een feitje, spoedeisende hulp. Snap je? Ik heb dat een paar keer aan de hand gehad met familie en zo. Ik krijg van meer ze binnen 10 minuten naar de spoedeisende hulp. Omdat je gunstig woont. Ik woon gunstig en dergelijke. Ja, dat dus. Maar het is wel heerlijk dat je er snel bent bij spoedeisend. Ja, we hebben de ziekenhuizen van Geleentje verdwijnen. Kerkraad, de Brunsen, waar zijn ze niet door geweest? En toen werd ook ramspoed aangekondigd. En uiteindelijk viel dat allemaal wel mee. Ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon de goede zorg krijgt die op een goede moment nodig hebt. Ja. En als ze in Sittard betere hulp kunnen bieden dan in Heerlen of in Maastricht, breng mij dan maar naar Sittard als dat nodig is. Nee, dat klopt. Maar dan moet je er wel eens heen te komen. Dat vind ik daar een heel belangrijk hoor. Maar, op het moment dat je in die ambulance komt. Nee, ik ging dan met iemand in de auto, hè? Ja. We praten een andere keer over verder. We gaan beginnen met de eerste stelling. Die is voor jou, Jaak. De burgemeester Klemmers heeft rust gebracht in een politiek onrustige gemeente. Jij zei voor. Vertel, 6 minuten. Ja, ik zeg daar ja tegen, omdat het alles heeft te maken met wat ik voorop moet stellen. Dat ik de taak van de burgemeester anders zie dan de meeste mensen denken. Die denken dat de burgemeester de macht heeft. Maar als het goed geregeld is, heeft de wethouder de macht. Dus als er onrust of geen rust is, hangt dat vooral samen met de wethouders. Dus je zou alleen tegen de burgemeester kunnen zeggen, je moet zo goed ervoor zorgen voor die coalitie, dat die met elkaar in gesprek blijven, niet uit elkaar vallen. Ook al zou je geen goede coalitie zitten, zou je met wetter, maar je moet die binding houden, zodat er rust komt in die 4 jaar en dat dezelfde coalitie een werk kan doen. Dus ze is vooral voor de binding in de coalitie rond te breien. Ja. En verder vind ik dat ze niet allerlei taken daarbij moet hebben, waarvan ik denk, dat moeten wethouders doen. De burgemeester is er vooral, ik heb hem al opgeschreven, ze is voor de openbare orde, ze is voor de handhaving, ze is voor crisissituaties, ze is voor dienstverlening en het verteren en goed omgaan met de mensen, daar waar de mensen een burgemeester belangrijk vinden. Maar nu is die burgemeester 2015 gekomen, een politieke onrustige tijd. Jazeker. En jij zegt een belangrijke taak is hè, dat groepje bij elkaar houden, die coalitie. Dus hoe heeft ze het gedaan? Ja, daar kun je, als ik zeg... We hebben het erover omdat ze vertrekt volgend jaar. Ja. Dus ze willen die een beetje geëvalueerd al hebben. Maar je moet goed begrijpen, waar vooraf gaat geweest, is de kwestie van Jo de Jong geweest. Toen lag Meerssen totaal een beetje in de war, zou je kunnen zeggen. Daar kwam toen, in 2014, kwam plotseling Brug M erbij zitten. Daar was het lokaal DNA begonnen, want er gingen allerlei partijen gingen veranderen. Hè? Die er niet meer waren, die er eerst wel waren en niet waren. Toen gingen ze werken met wethouders van buiten. Je weet dat nog allemaal. Even kort, je had het net over de kwestie Jo de Jong. In 10 seconden voor de mensen die het niet hebben meegekregen toen nog tijd. Wat is daar precies gebeurd? Daar is om kort te zeggen, Jo de Jong hebben ze beticht van het feit dat hij een MeToo-situatie had gecreëerd. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Mag je dat wel zeggen. Ja. En dus dat heeft lang doorgecijpeld natuurlijk. Ja. En de burgemeester die er toen kwam ondertussen ging Offermans weg. De burgemeester die kwam waren interim-burgemeesters. Die konden niet altijd doen precies wat ze zouden moeten doen, denk ik, in zoveel gevallen. Die deden in ieder geval niet wat ik hier heb opstaan dat ze zouden moeten doen. Mm-hmm. Hè? Die gingen zich met dingen bemoeien waar je denkt, dat moet je niet doen. En er is dus veel geweest. Dus er zijn 2 keer zijn er wethouders van buiten gekomen. Van Roermond, hè? Ja, die het goed hebben gedaan, zeg ik maar. René weet dat beter, want die was toen dat tijd nog van Meerssen, geloof ik. Hè? Heel korte tijd. Ja, ja. En die als verslaggever, hoe heb jij daarnaar gekeken?
Op een gegeven moment zit iedereen zo elkaar in de haren te vliegen dat het goed is dat er mensen van buiten komen. Ja. En even de rust weer terugbrengen. Ik vind alleen dat dat niet te lang moet duren, want democratie betekent dat mensen zichzelf besturen. Dus dan moeten zo snel mogelijk qua eigen mensen aan het roer komen. Maar dan moeten die wel hun werk kunnen doen. Maar de burgemeester van buiten is toch wel een tendens. De burgemeester moet altijd van buiten zijn. Ja. Die staat boven de partijen. Ja, maar ik heb het even over de wethouder staan. Ja. Kijk, een wethouder moet, of een burgemeester moet zorgen dat er rust en orde in een tent is. Maar dat ligt ook aan wie in die tent zit. Hè? Ja. Er zijn dat mensen die willen geen rust. Die blijven het conflict zoeken. Dan kun je als burgemeester op je kop gaan staan. Maar dan kom je er niet aan. Ze krijgen vaak veel kritiek omdat de brug aan in de oppositie nogal voor sommige mensen irritant bezig is. Maar ze kan niet zeggen, dat kan niet. Want ze heeft de democratie daar te vertegenwoordigen. Maar ze en dat heeft toch wel niet middelen om te willen zeggen wat ze dan niet zou mogen zeggen? Ja. Ik bedoel, ze kan het gewoon... maar het gaat nooit een grens over dat je zou zeggen, ik vind dat soms wel, dat ik denk, het moet niet te persoonlijk worden en dergelijke. Dat wordt dan soms een zo'n situatie. Ja. Maar daar kun je ook moeilijk op reageren, zeker als je ziet dat het de Tweede Kamer alles mag. Dus dat is voor haar ook moeilijk. Maar van de andere kant is die oppositie prima. De oppositie moet er zijn, die moet ook stevig zijn, die mag er zijn. Maar heeft ze nou rust gebracht in de gemeente? In zoverre daar waar de coalitie goed functioneerde met elkaar, is die rust er gekomen. Want ik zeg, het kan niet aan haar liggen. Ze moet wel erbij bezig om die binding te krijgen. En daar waar die binding niet gelukt is, is dat redelijk goed opgelost met mensen van buiten. Daar zal ze wel de handen hebben gehad. Want wij weten niet wat in een collegevergadering gebeurt. Ik heb er ook 2 jaar bij gezeten. En het is voorlopig nog de bedoeling dat ik er niks over vertel, begrijp je? Nee, maar je kunt toch wel je mening vertellen? Hoe? Of ja, maar ik weet niet of zij, die coalities die er geweest zijn, daar denk ik van, dat als die niet goed gingen, lag dat aan die mensen die wethouder waren. Die niet met elkaar al, waarbij je een beetje al vooraf kon voorspellen, dat zal wel niet goed gaan. Er zijn genoeg coalities geklapt in Meersen. Hoe? Er zijn genoeg coalities geklapt in Meersen. Ja, door de zelfstandigheid. Hè. Maar kijk, dat hou je niet tegen als partijen niet meer eens kunnen worden. Dan heb je een probleem. En dan leidt het vroeg of laat tot de val van een coalitie. Maar als we het hebben over die andere kant van de burgemeester, openbare orde en veiligheid, dan hebben we het bijvoorbeeld over de watersnood die we een paar jaar... Ja, dat wilde ik zeggen. Dat heeft ze prima gedaan, vind ik. Dat heeft ze heel prima gedaan. Dus dat soort van taken, wat ik zeg, crisissituatie, heeft ze prima gedaan. Is ze goed bij de mensen geweest? Is ze goed bij de mensen gebleven? Dat heeft ze prima gedaan. Ze is heel goed in die omgang met mensen. Maar je bent niet alleen burgemeester in het gemeentehuis. Je bent het vooral ook daarbuiten. En dan vraag ik me af, tijdens die watersoort dan bijvoorbeeld, Prevost zagen we iedenavond op tv. Ja. Klemmers hebben we nooit gezien. Niet op tv, maar wel in het dorp. Ik heb van genoeg mensen gehoord dat ze daar langs is geweest. Met zijn hart onder de riem heeft gestoken. En dat is op zo'n moment ook heel erg belangrijk. Troost brengen als er grote ongelukken zijn gebeurd. Dat soort dingen allemaal. En Valkenburg gaat altijd voor op Meersen. Hè? Ja. Valkenburg is Valkenburg. Ja. Het grotere, kleinere broertje. Ja, zo werkt dat een beetje ook naar de media. Toen de media mede toch dat ze naar Valkenburg moeten gaan. Ja. En niet naar Meersen. Ik moet je afkappen, de tijd is om. We gaan verder naar de tweede stelling. Maar je had ook van alles willen zijn. Ja, dat gaat heel snel. Nou, misschien kun je daar nu op aanvullen. De volgende keer praten we er verder. Inderdaad. Want de tweede stelling is voor jou, Marianne, de burgemeester van Gulpen-Witte moet direct ingrijpen als raadsleden stoppen om een verziekte sfeer. Hebben we het weer over een burgemeester? Ja, we hebben het over een burgemeester. Marion van der Kleij van Pro Gulpen-Witte is opgestapt. En volgens mij kwam dat niet helemaal uit de lucht vallen. Nee. Maar desalniettemin, een raadslid dat zegt, ik stop omdat er zo'n verziekte sfeer hangt. Zou daar een burgemeester in ieder geval zich dat aan moeten trekken? Ja, ik vind van wel. Kijk, ik vind wat jij zegt van het is niet de taak van een burgemeester. Nou, ik vind van wel. Zij staat, zij is de burgemeester. Dus zij kan zorgen dat er misschien meer rust komt. En dat vooral mensen in zo'n gemeenteraad, gemeenteraadsleden, een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaan. Ja. Dat wethouder en gemeenteraadlid vriendelijk met elkaar omgaan. Ja. En Marion van der Kleij is opgestapt. Maar ja, het gebeurt in zoveel gemeentes tegenwoordig. De omgangsvormen zijn diep gekelderd. Daar zit mijn idee van. Ja. Daar kan de burgemeester niet redden. Nee, want het spijt me voor. In dit geval weet ik dat de burgemeester voor en achter de schermen regelmatig heeft. Zeker. Er zijn bijeenkomsten geweest waar mensen nog een keer eens op gewezen om toch vooral met elkaar fatsoenlijk om te blijven gaan. Als mensen zich daar niet aan houden, ja, wat moet je dan doen?
Nou, Baron van der Kleij had het in een interview met Heuveland vandaag over zogenaamde kloostersessies, die jaren geleden gedaan zijn in Groot-Bewittem. Toen ging de raad naar het klooster, dan gingen ze praten met elkaar, waarom doen we dit? Is er nog een stuk rustiger geworden? Ja, dat zou geweldig zijn geweest. Dat maar heeft een op een gegeven moment komt het toch weer bij boven. Ja, dat is misschien omdat het CDA uit de coalitie is gestapt vorig jaar. Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Het heeft ook te maken met hoe mensen zich gedragen in een openbare functie. Juist. Ja. Als je erbij zit en je ziet hoe af en toe blikken uitgewisseld worden. Ja. Waarop mensen ook echt roepen van, ik accepteer dit niet, zo kan ik mijn werk niet doen als u mij zo zit aan te kijken. Ja, wat zou je eraan kunnen doen? Verslaggever in Gulpenwitten. Ja. Jij ziet dit vaak in de raad. Wat denk je dan? Dan lees je in de krant wat ik daarvan denk. Ja. Dan maak ik een stuk. Nee, maar dat gaat erom. Raadsleden hebben natuurlijk een grote vrijheid. Hè? Ja. En zij zijn de baas in de gemeente. En juist. Ze moeten kunnen zeggen wat ze willen. Hè? Maar sommige dingen moet je niet willen zeggen. En als dat toch gebeurt, dan krijg je vanzelf zo'n verziekte sfeer. Ja, maar ik vind het wel ernstig. Want de democratie staat natuurlijk enorm onder druk. Ja. We hebben bestuurskundige Arno Korsten van de Universiteit van Maastricht. Doet hier heel veel onderzoek naar. En hij zegt dat de helft van de gemeenteraden in ons land slecht functioneren. En dat is waar wij zoveel ophef over hebben als er weer verkiezingen zijn. We hechten daar ontzettend veel belang aan. Maar als je dan ziet dat die mensen die gekozen worden er gewoon een janboel van maken. Ja, maar het heeft natuurlijk ook te maken met de ontwikkeling in de hele samenleving van ons. En daar heeft Den Haag natuurlijk een hele duidelijke voorbeeldrol. Als ik af en toe kijk naar het vragenuurtje tussen mij en niet te geloven. Wat Kamerleden tegen ministers zeggen. Dat is toch niet de toon waarop ze dat zeggen. Het wordt ruwer in de samenleving. Dat ook gaan doen. Ja. Alles kan niet mag anders. Blijkbaar tegenwoordig. Je mag alles zeggen van iemand. En daarom zeg ik, je kunt niet van de tijd winnen. De tijd maakt het een burgemeester bijna onmogelijk om in zo'n raadsvergadering het precies op termijn te krijgen. Nee, dat en die fysieke sfeer weg te halen. Maar wat is dan een oplossing? Ja, dat is het. Niemand wil burgemeesters worden. Wat die over zich heen gestort krijgen door de maatschappij. Kijk eens op Facebook, kijk eens op Instagram en dat soort dingen. Ook daar mag blijkbaar alles gezegd worden. Ja. En dan moet je ook wat tegen kunnen. Ja, maar Marion van der Kleij zegt dan, het probleem is dat hier in de raad niet meer wordt gevraagd, hoe was je weekend? Ja. De sfeer is zo verziekt dat er is geen enkele persoonlijke interesse meer. Wat kan je dan nog als burgemeester? Nou ja, misschien moet je zeggen, weet je wat? Als jullie het niet oplossen met elkaar, dan laten wij nu de hele boel klappen en dan komen er nieuwe verkiezingen en dan mogen jullie niet meer terugkomen. Dat zou een oplossing zijn. Dat kun je niet. Dat mag je niet zeggen en dat kan ook niet. Maar democratisch mag dat niet. En maar zou het van een oplossing tijd, zijn? Van de tijd kun je niet winnen. Ja, maar het zou wel een oplossing zijn. Maar de burgemeester doet dan wel bijvoorbeeld. Je gaat er wel hard in. Ja, maar nee, als mensen, daar ben ik er democratisch voor. Maar is dit dan een democratie? Als mensen onze belangen niet meer goed kunnen vertegenwoordigen, omdat de sfeer in de gemeenteraad zo verziekt is, dat ze er zelf ziek van worden. En je lost dat niet op met kloostersessies en dergelijke dingen. Nee, je mensen moeten met elkaar overwerken in het werken zelf. In het werken zelf. En daar moet je handvaten voor vinden, dat ze in het werken zelf aan elkaar nabij komen. Dan hoeven ze niet in het café leuk tegen elkaar te doen. Dan gebeurt dat vanzelf ook in de situatie van het werk. Want wat is dan het verschil met een gewone werkvloer? We kennen het allemaal. Een collega geldt voor werkvloer ook. Nee, maar we kennen allemaal een collega die we iets minder leuk vinden, maar dat doen we gewoon normaal tegen. Ja? Waarom kunnen dat ben ik zo populair. Waarom kunnen wij dat wel, maar de gemeenteraad of de Tweede Kamer niet? Ja, dat mag, maar je zult ook, degene die hier of waar dan ook de basis, dan moeten we zorgen dat die mensen, dat die persoonlijke verhoudingen niet toeleiden, dat het werk aan kwaliteit verloren gaat. Want dat is je opdracht. Nou, en dan moet je zorgen dat het personeel daar goed mee omgaat. En die zul je mee moeten spreken. Je zult andere methodieken vinden van we gaan even in een klooster zitten. Want daar ben ik, dat is een tijd, dat is naast de retraite van vroeger. Mijn vader ging 3 dagen op retraite, moesten we direct de Rozenkast binnen. Dat duurde 2 dagen, was die weer een café. Het vervelende is natuurlijk dat de mensen kennelijk dan meer voor zichzelf in die gemeenteraad zitten en niet voor ons. Maar daar kun je iets aan doen. Ego. Maar daar kun je mensen opvoeden. Je bent zo vreemd nu. Ja.
Ja, net als je vergadering kun je ook leren. Dat deed dan ook niet iedereen van nature. Precies, we zijn weer aan het einde. Dankjewel. Lachelijk idee dat Moussakoua wil meedoen aan politieke onderhandelingen. Jij zei eens voor. Ja. Vertel. Politiek hoort thuis bij de politiek. En niet bij bedrijven of organisaties die belangen hebben ergens bij. Ja, maar kun je niet voorstellen dat Moussakoua denkt, God, ze wil erbij betrokken worden, zijn die raadsleden wel goed genoeg geïnformeerd? Jawel, maar het staat hem vrij om iedereen uit te nodigen in het zwembad, te laten zien wat ze willen, vertellen wat hun ideeën zijn, en proberen de partijen te overtuigen. Ja. Maar ze moeten niet op de stoel van de raadsleden gaan zitten. Nee. Het is een kwestie van belangen afwegen. En niemand wil het zwembad sluiten. De vraag is of je het kunt permitteren als kleine gemeente Gulpen-Wittem. En wat je straks moet laten als je het zwembad wil openhouden. Ja. Die belangen moet je tegen elkaar afwegen. En dat kan nooit iemand doen die directe belangen heeft bij zo'n discussie. Maar denk je dat genoeg gekeken wordt naar het stukje, wat moeten we laten als we het toch open willen houden? Jazeker, dat is wat nu ook in kaart wordt gebracht. Ja. En volgende maand moet Gulpen-Wittem de begroting voor volgend jaar vaststellen. Er wordt heel erg duidelijk hoe de vlag erbij hangt en hoeveel geld er over is om te besteden aan leuke dingen. Ja. Jacques, wat moet denken? Waarom zou je leuke dingen noemen, hè? Ik vind dat je leuk ding of je daar nog een zwembad hebt, ja of nee. Omdat het ook het heeft ook een stuk regionale invulling. En ik vind het jammer dat de rest niet wil meedoen. Maar ten andere is er maar de vraag, als jij de begroting helemaal zou uitvloeien, zou je kunnen nadenken ook over het feit, daar kunnen misschien ook andere dingen wel bezuinigd worden. Ja, dat kan. Misschien vroeger was altijd het truc om te zeggen, ik stel onderhoud nog een beetje uit of zoiets. Een nieuw gemeentehuis, ja. 24 miljoen. Maar dat komt. Maar dat komt, kijk, ik weet dat het appels en peren vergelijken is. Het gaat erom, de begroting bestaat van een heel groot gedeelte uit dingen waar je niet onderuit komt. Daar kom je niet onderuit. Daar blijft een klein stukje over dat je zelf mag besteden. En daar moet je heel goed naar kijken. Dat bedoel ik met leuke dingen. Ja. Dat valt ook onder sociale uitkeringen, steun aan verenigingen. Het onderhouden van gemeenschapshuizen waar verenigingen zich kunnen ontplooien. De vraag is, wat kun je met dat geld? Kun je al die andere dingen ook blijven doen als er zoveel geld naar het zwembad gaat? Als je probeert het meer kostendekkend te maken door de inkomen te verhogen. Ja, dat is wat ze nu willen. Dat is de discussie nou over. Er is een analyse gemaakt. Moussakoua heeft zelf een bedrijfsplan opgesteld waar blijkt dat het kan. Deskundigen zeggen, er zitten heel veel haken en ogen aan. Er zijn grote risico's die je niet kunt inschatten. En het is nu aan de gemeenteraad om in te schatten van, durven we dat aan? Durven we die risico's aan? Of gaat ons dat straks toch weer zoveel extra geld kosten, zoals de afgelopen jaren, waardoor we andere dingen die we ook heel graag zouden willen, wellicht moeten schrappen? Maar dat is de afweging als we die lijn maken. Als we die lijn doortrekken naar Meersen. Een aantal jaar geleden zat Meersen in dezezelfde situatie. Zwembad moest dicht, veel geld. Toen zijn de vrijwilligers opgestapt, die zijn dat gaan doen. Ja. Denk je dat dat in Gulpen-Wittem niet kan? Jawel. Als er 1000 mensen komen voor het gemeentehuis om te protesteren tegen het sluiten. Ja, maar dan kunnen er 100 daarvan toch misschien zeggen, en ik wil me daarvoor inzetten. Ja, het probleem is natuurlijk dat heel veel inwoners niet eens gebruik maken van dat zwembad. Daarom zeg ik. En als jij met je gezin, laten we zeggen met 2 kinderen en een ouder naar het zwembad gaat, met die verhoogde prijzen. Wie kan dat betalen? Tegenwoordig hebben heel veel mensen in de achtertuin, die er in Gulpen-Wittem veel zijn, een opzetzwembadje of een groot zwembad. Die hoeven helemaal niet naar Gulpen. Nee, maar daarvoor is nu ook de vraag van, zou je in plaats van dat subtropische zwemparadijs zoals er binnen ligt, zou je in plaats daarvan niet misschien wel met een paar gemeenten samen een doelgroepenbad maken? Waar ouderen kunnen zwemmen. Nee, maar het gaat over waar ouderen kunnen zwemmen, waar kinderen kunnen leren zwemmen. Een gewoon zwembad. Ja, een gewoon zwembad. Ja. Recht toe, recht aan zwembad. Ja, maar dat kan je natuurlijk ook zeggen. Zo. Kan je een subtropisch zwemparadijs wat altijd 30 graden is en een hoge luchtvochtigheid vergelijken is niet meer met, van nu. Ja, maar kan je dat vergelijken met een buitenbad in Meersen? Nee, daarom zeg ik, ik zou er gewoon zwembad van maken. Ja. En dan moet het kunnen. Dat lijkt als mij ook. Als er gewoon zwembad van maken, moet dat kunnen. Ja. Eigenlijk is Moussakoua nu een pretpark. Ja. En alle pretparken in Nederland zijn commercieel geëxporteerd. Ja. Ja. Dat zou dus in principe ook moeten kunnen met een zwembad wat 220.000 bezoekers per jaar trekt. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet commercieel te exporteren is. Ja, daar zit ik dus ook mee. Als maar dan moet je niet het risico komen bij de gemeente neerleggen. Maar dat is het punt. Dan moet je iemand zien te vinden. Zoveel mensen komen. Ja.
Omdat het gewoon... Ik heb dat businessplan niet gezien. Maar je kunt toch uitrekenen hoeveel erbij zou moeten komen op een kaartje. Als je zoveel mensen krijgt om het kostendekkend te maken. Maar moet je de prijs dan gaan vergelijken met de prijs van een gewoon zwembad? Zoals nu gebeurt. Of moet je het dan gaan vergelijken met een pretpark? Ja, dat moet dan met een entreekaartje is... moet naar 14,95, of zeg ik het goed? Of volgens mij wel. Ja. Volgens mij gaat het zo. Zoiets. Ja, als je kijkt, de Efteling is 40 euro. Per persoon, hè, de Efteling is 40 euro. Dan zou je zeggen, als je die vergelijking wil maken. Weg, dus... Ja, maar als je die vergelijking wil maken met pretpark. Ja. Ja, dan zou je er nog wat bij kunnen doen. Maar zeg, als oud-wethouder in Meersen begrijp je dat die omringende gemeentes zeggen en de provincie, wij gaan er niet mee betalen. Ja, ik vind dat de provincie daar heel gemakkelijk in is om voortdurend te zeggen, daar hebben we niks mee te maken. Want ik vind zo'n zwembad zoals de Gulpen heeft een regionale functie. Ja. En dan moet je ook durven als provincie te zeggen, nou, als dat zo kan en we doen die doet dit en die doet dat, dan leg ik er wel een stukje bij en ik kijk de komende 3 jaar om het risico te dekken. Ja. Doe ik er iets mee, want het zit hem in het risico. Ja, maar misschien dat ook andere gemeenten kunnen meebetalen of meedragen. Nee, maar toen het zwembad in Valkenburg werd gesloten, werd wel naar Gulpen verwezen. Mensen die willen zwemmen kunnen daar terecht. Ja. Waar worden ze nu naar verwezen? Ja, wij moesten er ook niet op vanavond vandaag. Ja, als ze wel naar ons zouden luisteren, wel. Want we hebben een goede idee naar voren. Maar dat gebeurt niet zoveel. We gaan er niet uitkomen. Ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken dat jullie hier waren. Sjaak Giese, Marianne Wassink en René Willems. En ik wil u hartelijk danken voor het kijken. En tot volgende week. Fijne avond.